Het is donderdag 27 januari 2022. De energietransitie is in volle gang. En we gaan het hebben over het opslaan van energie. Mijn naam is Erik Pekel en met mijn gasten aan tafel ga ik in gesprek over batterijen en over waterstof. Dit is De Energietransitie Draait Door. Ja, Sander Mertens, jij bent lector energietransitie. Als we het dan hebben over het opslaan van energie, waarom is dat cruciaal in de energietransitie? Ja, dat is iets heel belangrijks, want het gaat natuurlijk toch eigenlijk om het matchen van vraag en aanbod van energie. En soms staat de zon niet aan en het waait ook niet. Dan wil je toch wat van die energie opslaan om toch nog ervan gebruik kunnen maken als het niet waait en de zon schijnt niet. En dan is de volgende vraag natuurlijk, hoe ga je om met het opslaan van energie? Waar past dat in je hele aanpak, in je hele manier van denken? Het hangt een beetje af van de situatie. We installeren nu vaak heel veel zonnepanelen op een huis. En we mogen salderen. Dus je mag eigenlijk het net gebruiken als opslag. Je zegt eigenlijk, in de zomer lever ik met al die zonnepanelen heel veel energie. En in de winter wil ik het eigenlijk weer terug. Dus dat is een keuze dat we nu mogen salderen. Dat zal er over een tijdje uitgaan. En dan is het eigenlijk een soort waterbed-effect. Als je niet opslaat, dan moet je eigenlijk uitwijken naar andere opties. Als je op je lauweren gaat rusten qua opslaan, nou, dan moet je het net verzwaren. Of je moet een stukje time management doen. Beter het aanbod van energie laten aansluiten op de vraag van energie. Ja, dus dat zie je ook in dit plaatje in beeld. Dat als je dus niet kunt verzwaren, dan komt eigenlijk al energie opslaan in beeld. Of uitspreiden over de tijd. Of juist een combinatie van die verschillende mogelijkheden. Precies. Om zo je probleem te verplaatsen, op te lossen. Op een slimme manier. Daar gaan we het over hebben hoe je dat aanpakt. Je had het over particuliere situatie. Maar zakelijk kun je natuurlijk niet salderen. Dan is het al een heel stuk sneller. Komt energie opslaan ook in beeld nu al. En daar gaan we straks wat cases van zien. Ja. Ja, je kunt natuurlijk opslaan in een batterij, maar ook in waterstof. Wat zijn nou de belangrijke verschillen? Ja, een batterij is eigenlijk voor de korte duur. Dat is een paar dagen hoogstens. En voor korte termijn is een batterij dus heel erg interessant. Als je nou echt een seizoen wil opslaan, dus als je in de zomer veel zonne-energie hebt en je hebt hem in de winter weer nodig, ja, dan is dat niet meer zo'n optie. Dan wordt dat veel te groot en veel te duur. Dus dan ga je uitwijken naar andere situaties. Er zijn eigenlijk drie belangrijke dragers. We hebben het nu gehad over de batterij, elektriciteit, maar warmte en in moleculen opslaan, bijvoorbeeld in waterstof. Dat is ook een belangrijke. En dat gebruik je bijvoorbeeld voor die seizoensopslag. Ja, en daar gaan we het verder uitgebreid over hebben. Aan tafel. Sander en mij aan tafel zitten Sander Driessen, innovatiedirecteur bij Scholt Energy, expert op het gebied van batterijopslag en het afstemmen van vraag en aanbod. En Sjaak Vogt, senior consultant bij Joulz, expert op het gebied van duurzame energieinfrastructuur. Heel welkom. Ja, we zijn live en dat betekent dat jij eigenlijk ook gewoon bij ons aan tafel zit. We zijn op afstand met elkaar verbonden. Je kunt op elk moment jouw vraag of jouw aandachtspunt insturen via de chat. Je komt dan eerst bij onze chatmoderatoren terecht. En zij kunnen jouw bericht doorzetten naar mijn scherm hier in de studio. En dan kunnen we jouw vraag hier aan tafel bespreken. Of jouw voorbeeld, of jouw aandachtspunt. Dus maak daar vooral gebruik van. Ja, ik heb direct ook een vraag aan jou. Die verschijnt nu in beeld. Je kan gewoon klikken op het antwoord van je keuze. Het is wel even goed om te zien in welk gezelschap je verkeert. Dus klik graag op de rol. Waar ben je werkzaam? En dan breng ik straks in beeld voor iedereen wat de verdeling is. Nou ja, laten wij ook even starten met een rondje introducties, met wat voorbeelden erbij. Sjaak, wat is jouw rol binnen de energietransitie, de rol van Joulz? Ja, goedemorgen Erik. Ik ben zelf consultant binnen Joulz. En ik hou mij bezig met geïntegreerde energieoplossingen. En binnen Joulz betekent dat vaak dat dat neerkomt op vraagstukken die combinaties zijn van middenspanning en meten. Eigenlijk de origine waar Joulz vandaan komt. Maar ook zon en het laden van elektrisch vervoer. En eventueel ook met energieopslag kan dan een oplossing zijn om dat goed op elkaar af te stemmen. Vroeg me een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld kijkt, de actuele vraagstukken die wij nu voor ons krijgen, zijn bijvoorbeeld bedrijven die elektrisch vervoer willen gaan toepassen. Neem bijvoorbeeld een pakketbezorger. Nou, die heeft dieselbusjes en die moet nu elektrisch de stad in, want straks mag je niet meer met diesel de stad in. Ja, en die kan die busjes wel gaan aanschaffen, maar je moet ze ook laden. Nou, doe je dat gedeeld over de nacht, steeds een beetje druppelen, dan is dat nog niet zo heel ingewikkeld vaak. Maar juist als je tussen twee shifts bijvoorbeeld heel snel al die busjes wil laden, dan heb je te maken met een grote energievraag. Nou, en daar is het net de aansluiting van die klant dan niet geschikt voor. Hè? Dan moet je gaan verzwaren, wat Sander Mertens ook net zei. Ja, en eigenlijk is dat hetgeen wat niet altijd kan, is vaak ook duur, heeft lange doorlooptijd. En dan kijken we dus bijvoorbeeld naar situaties van hoe kun je nu bijvoorbeeld met zonnepanelen en met energieopslag toch die piek opvangen. Zodat je op een betaalbare manier die busjes ook kan laden in een korte tijd. En 2030 al, hè? Dan moet de hele stadslogistiek emissievrij zijn. Dat is gewoon de wetgeving, zo ziet dat eruit. Dus dit is een heel urgent vraagstuk wat nu speelt. Waarbij die batterij ook echt uit kan in de business case. Laten we even kijken naar de resultaten van de poll. Ik zie even die verdeling nu in beeld voor iedereen. 40% van jullie is werkzaam in de energiesector. Ik noem alleen even de grootste categorieën. 17% als adviseur. En 15% vertegenwoordigt industrie, bedrijfsleven. Dankjewel. Je ziet dat je in goed gezelschap bent. Sander Driessen, over jouw rol en die van Scholt Energy. Wat doen jullie in de energietransitie? Ja, goedemorgen Erik. Ja, mijn naam is Sander Driessen inderdaad. Scholt Energy is in de basis energieleverancier. Levert elektriciteit aan gas- en zakelijke klanten. Dan moet je denken aan klanten zoals VDL, DAF, dat soort grootzakelijke klanten. En mijn rol is als innovatiedirecteur om klanten te helpen bij verduurzaming. Bij verduurzamen komt natuurlijk het besparen van energie, het duurzaam opwekken van energie. Maar ja, ook het opslaan en het beter managen van die energiestromen. Dus eigenlijk proberen we die klanten te helpen bij hun totale energieinkoopconcept en dat ook te verduurzamen. Ja, bij die energieinkoop speelt duurzaamheid een steeds belangrijker rol. Omdat het heel goed helpt, denk ik, om vraag en aanbod beter te matchen. Maar ook om de capaciteit natuurlijk binnen te krijgen die je wil hebben. Laten we even kijken naar een voorbeeld. Ik zie hier een foto van het stadion van ADO. Ja, dit is een project dat wij in 2017 gedaan hebben in opdracht van steden en de gemeente Den Haag. Op het ADO-Den Haag stadion liggen heel veel zonnepanelen, zo'n 650 kilowatt piek. Maar de stroomverbruik in een stadion is met name in de avond als de verlichting nodig is. Dus de piek van een stadion zit natuurlijk op de verlichting. Dat is maar een enkele dagen per jaar. 20 wedstrijden in het donker zullen we maar even zeggen, voor 3 uur. Dus 60 uur per jaar zouden ze graag een batterij willen hebben om die duurzame energie op te slaan en te leveren aan die verlichting. Maar dan blijft er nog heel veel tijd over natuurlijk, hè? Dat je die energie, daar wil je nog wat mee. Hoe speelt die batterij daarin dan een rol als er geen wedstrijden zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ja, wat je natuurlijk hebt bij zo'n stadion is natuurlijk, als je maar 60 uur die batterij inzet, is het natuurlijk heel kostbaar. Dan moet je die batterij terugverdienen op die 60 uur. Dat is natuurlijk heel erg lastig. Dus wat wij gedaan hebben bij dit stadion is die batterij ook inzetten op de energiemarkt. Om het balanceren zeg maar, van het landelijke net. Dus is er te veel duurzame energie, slaan we het op in de batterij. Is er te weinig, laat het weer uit de batterij. En dan heb je ongeveer meer dan 8000 uur nog over om dat te doen. Dus het merendeel is die batterij bij het ADO Den Haag stadion het Nederlandse net aan balanceren. Ja, en op dit moment kun je dan nog niet leveren rechtstreeks aan de netbeheerder, maar je levert dan aan de TSO, aan TenneT. Heb je dan een afspraak mee op dit moment. Ja. En betekent dat je vanuit die batterij vooral levert op de momenten dat er het meeste vraag is? Ja, in principe meten we de frequentie, dus dat we heel technisch even gaan houden. Dus je kunt aan de frequentie eigenlijk balans van het netwerk zien. En als de frequentie onder de 50 hertz gaat, dan ontladen we de batterij. Dus dan helpen we het net te ontlasten. Dan is er dus een tekort aan energie. Gaat die boven de 50 hertz, dan is er een overschot aan energie. En dan laden we juist net de batterij. Dus ja, eigenlijk doet die batterij continu kijken wat het balans is op het Nederlandse net. Dus je moet hem slim aansturen. En dan is het gewoon een hele waardevolle buffer die een plek heeft dus in het hele netwerk in de regio. Dus ontzettend mooi wat jullie daar doen. Laten we nog even wat technischer inzoomen op waar de verdeler zit. En hoe groot de capaciteit is dan van die batterij? Kun je daar wat over zeggen? Ja, hier is een 750 kilowattuur lithiumbatterij geplaatst. Die zit in het uitvak, zoals ze het mooi noemen. Daar is die geplaatst en is eigenlijk met een kabel verbonden naar de verdeler. En je ziet daar linksonder ook het laadplein. Dus er zijn ongeveer 20 laadpunten gecreëerd. Daar loopt ook een kabel naartoe. Dus de uitbreiding aan het stadion was de laadpalen en de opslagsysteem. En wat je eigenlijk ook wil, is je wil het opslagsysteem zo dicht mogelijk bij de verdeler plaatsen. Omdat je natuurlijk hele grote stromen gaat lopen en hele dikke kabels. En hoe verder weg je die zet, hoe duurder dat de investering natuurlijk wordt. Dus ja, deze opstelling was voor ADO-Den Haag en kostwijs ook de beste manier om de spullen te plaatsen. Je hebt het nu al meteen over de kosten. Kan dit uit, dit voorbeeld? Of is dit echt een voorsprong op de toekomst, nog een soort pilot? Ja, in dit geval komt het wel uit. Als je het hebt puur om het opslaan van de zonne-energie om 's avonds te gebruiken, dan kom je op een terugverdientijd van 60 jaar. Hè? Dat was ook waarom de gemeente Den Haag en steden bij ons kwamen van, ja, wat kunnen jullie nog toevoegen aan energiemarktopbrengsten? En uiteindelijk hebben wij de business case rond kunnen rekenen dat hij minder dan 7 jaar terugverdientijd had. En dat is vaak wel een beetje de grens, zeg maar, wanneer het wel of niet interessant is om een batterij te plaatsen. Ja, want zo'n batterij, je weet natuurlijk niet precies hoe lang die meegaat, maar 7 jaar waarschijnlijk redt die prima, maar die 60 jaar zeker niet. En het is mooi dat je zo, door wat breder te denken dan alleen maar het laden van die auto's, het rondgerekend krijgt ook. Want daar is het natuurlijk om te doen als je de volgende stap wil zetten. Sander Mertens, laten we kijken ook naar de rol van het kenniscentrum Mission Zero. Daar ben jij directeur. Wat is jullie rol in de energietransitie? Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, we kijken samen met 4 lectoraten in Mission Zero kijken we naar het brede advies rond transities. En daar zit natuurlijk een heel stuk techniek in en een stuk economie. En de processen om dit aan elkaar te koppelen met een stuk draagvlak ook. Hè, participatie van mensen, want het moet ook geaccepteerd zijn, de oplossingen. Dus daar kijken we in de breedste zin naar transities. Ook op circulair gebied. Dit wat je hier nu ziet, dat is een voorbeeld van een project van ons lectoraat Energy in Transition. Waar we in Zoetermeer gekeken hebben naar de renovatie van gebouwen. Ja, die zijn in de middelste plaats zie je de isolatie die er tegenaan gezet is. En de uiteindelijke situatie rechts, waar heel veel zon op dat dak ligt. Eigenlijk zijn we nog steeds een beetje aan het denken in 0 op de meter. Door het jaar heen willen we eigenlijk gemiddeld goed uitkomen met energievraag en energieaanbod. Maar je komt er in zo'n project ook achter, en samen met de bewoners en vastgoedbeheerder, dat niet de hele situatie is. Hè? Er ligt hier heel veel zon. Die geeft dus in de zomer heel veel aanbod van energie. En in de winter wil je het allemaal weer terug hebben. Dan wil je het weer van het net vragen. Nou, dus we zijn daar ook met een accu aan de slag gegaan. Om een stuk opslag te creëren hier. Een interessante situatie qua onderzoek. En ook voor de accu, want salderen zal er op een gegeven moment uitgaan. Hè? Dan krijg je niet meer alle energie terug in de winter. Ja, we hebben het nu over die seizoensverschillen. We hebben het er eerder over gehad dat daar waarschijnlijk waterstof een betere oplossing is dan batterijen. Dat batterijen vooral vaak zijn voor het verschil van dag en nacht. Hè? Overdag opwekken, 's nachts opladen van je auto bijvoorbeeld. Denk je dat de batterijen hier in Zoetermeer ook een rol gaan spelen om echt het seizoensverschil in vraag ook en aanbod te overbruggen? Nee, dat gaan ze inderdaad niet. Hè? Dus we zijn hier uitgekomen op een optimale opslagcapaciteit van die batterijen van zo'n 8 kilowattuur. Ja. Daar bleken ze dan optimaal te zijn voor de situatie. En dat is inderdaad ook niet voldoende voor een heel seizoen, die opslag. Maar dat is een stukje dag-nacht onder andere. En ja, dan zijn ze dus optimaal. Ja, mooi om te zien. En dit is echt een pilot. Hè? Hier ga je kijken, wat kun je hiervan leren? Zijn er al conclusies voorzichtig te trekken? Zeker. Nou, een interessant ding hier was ook door dat gebouw dus extra te isoleren en eigenlijk nog niet zo heel veel aan de ramen te doen. Dan komt er nog steeds heel veel zonne-energie binnen en dan wordt het eigenlijk in de zomer wat warm, vaak te heet. Dus er ontstaat er ook een koelvraag en dat zie je eigenlijk bij al die renovatieprojecten, dat er steeds meer koelvraag gaat ontstaan. En dat eigenlijk ook die zonne-energie dus beter gaat matchen met de vraag. In feite moet je natuurlijk voorkomen ook dat er koelvraag ontstaat. Dus dat is wel zeker een van de leereffecten hier. Ja, interessant. Dus energie is natuurlijk warmte en elektriciteit. Sjaak, nog even terug naar die stadslogistiek. Kan dat nu al uit? Of zijn die logistieke bedrijven nu vooral aan het voorsorteren op de toekomst? Betalen ze een soort leergeld om klaar te zijn voor 2030? Ja, Wat je daar ziet is dat, kijk je bijvoorbeeld naar elektrische vrachtwagens, daar is het nog lastig, want die zijn er nog niet zoveel. Zeker niet als je er heel veel wil bestellen, dus daar wacht men ook nog een beetje af van wat er gaat komen. Maar men is wel aan het voorbereiden op de toekomst, hè, dus er wordt wel nagedacht over wat heb ik nodig en waar moet ik naar kijken. En we hebben ook situaties dat bijvoorbeeld een locatie die nieuw gesticht wordt, aan de rand van een stad, waar ook dus veel geladen moet worden. Dat die niet open kan als je geen oplossing bedenkt voor dat energievraagstuk. Omdat er simpelweg niet genoeg vermogen op dat moment op die plek beschikbaar is. Ja, en dan krijg je een heel andere discussie. Want dan krijg je dus een strategische locatie voor zo'n bedrijf, hè, waarmee je een stad goed kan bedienen. Ja, als ik daar geen oplossing voor bedenk, dan kan die locatie ook niet open. Ja. Dus dan zijn de kosten om niet open te gaan veel groter dan die investering die je moet doen in een batterij of wat voor oplossing dan ook. Ja, soms kan een stevige batterij ook goedkoper zijn natuurlijk dan het verzwaren van je aansluiting. Dus maar net waar het kantelpunt ligt. Klopt. Je hebt in Nederland een aantal verschillend over de netbeheerders, maar een aantal kritieke grenzen, zeg maar. Als je daarboven komt, dan wordt een aansluiting een stuk duurder. Nou, even los van de achterliggende reden daarvoor, maar dan wordt het echt wel factor 5 of factor 10 duurder. En dan heb je best wel veel wisselgeld om toch onder die grens te blijven en voor dat wisselgeld die batterij te kopen. Dus dat kan een incentive zijn om het dan te doen. Ja, en dan heb je gewoon veel mogelijkheden natuurlijk met die batterij los van hoe je hem inzet voor je eigen capaciteit. Om ook nog te kijken hoe je die verder uitnut. Eventueel ook met je buren, hè, met andere organisaties. Daar gaan we het straks ook over hebben. Wat het voordeel is om vooral ook samen zo'n investering te doen en te bekijken hoe je dat maximaal uitnut, de capaciteit die je hebt. Als jij een voorbeeld hebt van hoe batterijen nu worden toegepast in een project wat jij draait, waarbij je betrokken bent, laat het ons dan ook graag weten via de chat. Want het kan leuk zijn om daar over op tafel nog even over door te praten. Dus stuur dat vooral graag in. Ondertussen heb ik ook de volgende pollvraag, die verschijnt nu in beeld. En dat is: in welke mate past jouw organisatie op dit moment energieopslag toe? Dus klik graag op het antwoord van jouw keuze. Want het is wel heel interessant, denk ik, voor iedereen om daar een beeld van te krijgen. Van wat speelt er nu al en in de komende paar jaar? Of denk je dat het op een langere termijn speelt voor jouw organisatie? Dat brengen we graag even in beeld. Laten we het hebben vooral over de situatie van nu. Sander, in welke situatie kiezen jullie klanten juist voor een batterij? Ja, ik denk dat als je naar de batterijcase kijkt, om het zo maar even te noemen, hè, dan is energiehandel, wat wij doen, is natuurlijk een extra waarde die je aan kunt toevoegen. Ik denk dat er in de basis bij de klant een urgentie of een probleem moet zijn, zeg maar, om over een batterij na te denken. Dus het kan zijn dat hij, wat Sjaak net al aangeeft, de netwerkkosten wil besparen, dat hij niet boven die limiet uit wil komen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat hij helemaal niet terug mag leveren. Ja, of andere redenen, kwaliteit, om een batterij te kiezen. Maar daarbij zien we altijd dat dat maar een gedeelte van de tijd is dat die batterij daarvoor wordt ingezet. En dat die dus nog heel veel tijd beschikbaar is. Zoals we dat net ook zagen bij de ADO-casus. En daar het business case model omheen te bedenken. Van wat is het verdienmodel dan? En dat is vaak ook onze rol om dat mee neer te zetten. Dus niet zozeer de techniek, de aansluiting, maar meer de koppeling naar de markt en het verdienmodel. Ja, dat is natuurlijk in het verdienmodel heel logisch. Dat je kijkt naar die business case, kan die uit? Maar is dat ook wat er bij jouw klanten gebeurt? Of kijken ze ook op een hele andere manier naar die afweging van gaan we een batterij inzetten of niet? Ja, ik vind het soms nog wel eens een puntje. Hè? Want voor een trafo of kabels of wat voor zaken, daar kijkt men nooit naar de terugverdientijd. Daar wordt nooit een business case over gemaakt. Kijkt men vooral naar kosten en is het betaalbaar. Maar bij een batterij kijkt men op dit moment nog wel altijd wel naar de terugverdientijd. Dus je moet altijd wel een plaatje maken van investering. Wat levert die op en in hoeveel jaar ik hem terugverdient? Behalve natuurlijk als er echt noodzaak is. En hij kan niet anders dan een batterij. Het kan bijvoorbeeld zijn, wat Sjaak aangeeft, dat ze moeten elektrisch laden. Dat ze in één keer veel meer vermogen nodig hebben. En dat niet leverbaar is. Dat is de enige manier om misschien een stukje duurzame energie op te wekken. En dat met de batterij op te slaan. Om dat dan tijdens die pieken weer te leveren. Dus het is heel erg afhankelijk, case bij case. Maar er zijn heel veel, en dat zul je op de chat wel zien, heel veel mogelijkheden natuurlijk waar je een batterij voor kan inzetten. Ja, dus het gaat niet altijd over de terugverdientijd. Maar ook over, kunnen we nu open? Kunnen we verder? Kunnen we er nu wat van leren? Wat we straks op meerdere sites kunnen gaan toepassen. Zijn er nog meer argumenten die je tegenkomt? Waarom klanten in beweging komen bij jullie? Ja, er zijn natuurlijk wel klanten die het vanuit duurzaamheidsambitie willen. Hè? Dus die zeggen van, ik wil mijn eigen energie ook zelf gebruiken. Maar dan loop je toch ook nog wel vaak tegenaan dat de batterij nog vrij duur is. Dus men wil het toch ook wel graag voor verduurzaming, maar men ziet dan toch wel dat dan de business case terugverdientijd, dat wel een drempel is. Ja, mooi. Nou, ik vroeg net via de poll aan jou van wat speelt er in jouw organisatie op dit moment. Laten we even kijken naar de resultaten. Die zijn nu binnengekomen. Die deel ik nu met iedereen. We adviseren. Dat is de grootste categorie, 33%. We willen binnen een paar jaar energie gaan opslaan. Dat is de tweede categorie, 31%. En we slaan al energie op in batterijen, 16%. En 11% zegt dit speelt de komende jaren nog niet. bij ons. Nou, dan noem ik ze even allemaal op. We slaan al energie op in batterijen en in waterstof. Dat is ook nog een hele interessante categorie. Ik kan alleen niet zo heel goed zien hoeveel procent. Ik geloof iets van 5%. En we slaan al energie op in waterstof 2%. Dat is echt heel gaaf. Want dat is echt nog wel voor veel organisaties toekomstmuziek. We gaan straks kijken naar een aantal cases die nu al uit kunnen in waterstof ook. Als jij die case bent met waterstof, stuur dan ook graag in. Dan kunnen we dat straks ook meenemen. Even via de chat hoe die er nu uitziet. Hè? Wat jullie doen in waterstof. Sander, als we het nu hebben over de energietransitie. Vorige uitzending hadden we het over de netcongestie. Hè? Zagen we al die rode vlekken op de kaart waar de problemen zijn om aan te sluiten voor afname, maar ook om terug te leveren op het net. Wat voor rol spelen batterijen daar nu? Want ja, dat heeft natuurlijk een potentieel om dat in één keer flink op te lossen. Maar ja, de kosten staan nog wel in de weg, lijkt me. Ja, dus het hangt heel erg af van de lokale situatie. Maar vaak is het toch wel zo inmiddels dat je niet meer het net op kan met je energie. Als je je dak vollegt met zon, dan kan dat niet meer het net op. Dus er ontstaat nu een situatie dat je eigenlijk toch zoveel mogelijk lokaal je energie ook wil gebruiken. En dat daarmee je projecten wel door kunnen gaan. Dus dat geeft er toch een focus op, een stukje opslag om het lokaal te gebruiken. En de situatie wel door te kunnen laten gaan. Hè? Je project wel te laten doorgaan. Ja, mooi. Sander, er komt nog een vraag voor jou binnen op de chat. En dat is even een dubbelcheck op wat jij net zei. Hè? Dus de vraag is batterijen. Die zijn dus een oplossing als je niet kunt salderen om alsnog eigenlijk hetzelfde resultaat te bereiken. Klopt dat? Ja, deels. Dus je kunt natuurlijk je batterij gebruiken om een stukje duurzaamheid, je eigen verbruik van je duurzaamheid te verhogen. Maar het is geen totaal vervanging van salderen. Want ja, veelvuldig salderen is nu dat we in de zomer opwekken en dat in de winter afnemen. En zoals Sander Mertens al aangegeven had, is dat natuurlijk seizoensopslag en daar is een batterij niet zo voor geschikt. Nee. Dus ja en nee. Ja. Ja, dus je bereikt niet hetzelfde rendement ermee over het algemeen? Nee. Je boet er altijd op in. En een batterij kost ook weer geld. Dus het gaat natuurlijk niet hetzelfde opleveren als salderen. Nee, maar als je niet kunt salderen, dan wordt een batterij al wel een heel stuk interessanter natuurlijk. Sjaak, hoe geldt het eigenlijk voor jullie klanten? Wanneer kiezen zij juist voor energieopslag? Wanneer hebben ze dat nodig? Ja, Sander zei net ook een aantal voorbeelden, hè. Die komen wij natuurlijk ook tegen. Je ziet ook nog wel klanten die hebben bijvoorbeeld een noodvoorziening. Die noodvoorziening draait op diesel. Dat is niet meer gewenst, ook vanuit duurzaamheid. Of ook misschien omdat er in de toekomst binnen het stedelijk gebied dat ook misschien niet meer mag. Wordt er ook gekeken naar een batterij. Dus op die manier heb je dan een noodvoorziening. Groot verschil is natuurlijk wel leeg is leeg. Hè. Dat is met een dieselaggregaat anders. Zolang je de brandstof in blijft gooien, dan blijft hij het natuurlijk doen. Maar dat zijn wel situaties waar ook klanten naar kijken. En dan kom je toch weer op, als zo'n batterij daar dan een jaar lang staat als backup en misschien 1 keer per jaar gebruikt wordt, dan wordt het natuurlijk een hele dure oplossing. Dus ook daar wordt dan gekeken naar combinaties van verschillende gebruiksdoelen. En op die manier wordt die batterij dan ook bijvoorbeeld gebruikt. Ja, wat je aangeeft, dat voorbeeld, hè? In het centrum van Amsterdam is het al zo, als je daar een verbouwing doet of een groter bouwproject, dan mag je al geen aggregaten op diesel meer gebruiken vanwege de geluidsoverlast met name en ook vanwege de vervuiling natuurlijk. Ja. En dat zou zomaar wat vlotter door kunnen zetten. Hè? Gemeentes kijken altijd goed naar, houden dat goed in de gaten bij elkaar. Wat mensen zich meestal niet realiseren is dat als je kijkt naar de logistiek binnen een stad, dan denkt iedereen natuurlijk aan de pakketbezorgers, hè? De doosjes van de online winkels die rondgebracht worden. Maar 40% van de logistiek in de stad is bouwgerelateerd. En dat kan de installateur zijn, de keukenboer, maar ook de grote torenkraan die daar staat. De betonmixer, noem het op. Nou, en juist in die categorie is dat wel een uitdaging voor de toekomst. Om daar van de diesel af te gaan en naar dus een andere oplossing te gaan. Dat kan ook waterstof zijn wellicht in de toekomst, maar bijvoorbeeld ook een batterij. Ja, we hebben nu over verwachtingen naar de toekomst toe. Jullie zitten best wel dicht op de netbeheerder natuurlijk. Een vraag die daarover binnenkomt is: wat verwacht je dat de netbeheerder gaat doen op dit gebied? Hè? Als het gaat over het makkelijker, sneller en efficiënter beschikbaar maken van batterijen. Ja, netbeheerder is natuurlijk een beetje gebonden in wat ze wel en niet mogen. Er wordt natuurlijk wel gekeken naar de wet en regelgeving voor netbeheerders. Maar zo'n batterij ligt toch dicht aan tegen het handelen in energie. Hè? Het in een uitvoeren van energie. Nou, daar zit een beperking op voor de netbeheerder. Dus daar is men natuurlijk beperkt in. Er worden wel pilots gedaan, tests gedaan. Bijvoorbeeld bij het ADO-stadion is Stedin dan ook betrokken. Ja, ik denk dat er veel kan veranderen op het moment dat die wet en regelgeving wordt verruimd voor de netbeheerder. Ja. En dan zouden zij op buurtniveau wellicht wel iets kunnen doen met opslag. Ja, maar toch is het zo dat Stedin die energie niet mag afnemen. En dat moet dan toch weer met een contract met TenneT, met de TSO. Sander, die energiewet, die zit toch best wel een beetje in de weg hier en daar met batterijcases. Kun je daar wat over zeggen? Ja, het is namelijk zo dat de batterij aan zich, energieopslag, niet gekend is in de energiewet. Dus hij wordt eigenlijk gezien als een verbruiker en een producent. Dus op het moment dat je de batterij laat, dan is die verbruiker. En als je hem ontlaat, dan is die producent. En dan gelden eigenlijk daar weer dezelfde wetten voor. Dus als je dan stroom afneemt van het net, dan betaal je ook weer netwerkkosten. Terwijl je misschien net op dat moment het netwerk aan het ontlasten bent. En je betaalt energiebelasting. Gelukkig is dat energiebelastingdeel dit jaar opgelost. Maar je zou een energieopslagsysteem, zeker als de functie staat voor congestie, wellicht anders kunnen bekijken. En ervoor kunnen zorgen dat hij juist net een vergoeding krijgt in plaats van dat hij moet betalen aan het netwerk. Want dat is nu wel het geval. Ja, zeker als hij zo'n belangrijke rol speelt in de energietransitie. Sander, heb jij het idee dat dit voldoende wordt gezien in Den Haag? Wordt er gewerkt aan een update van de energiewet? Nou, hier mag wel aan gewerkt worden, inderdaad. Wetgeving is toch vaak ook een hobbel voor een innovatie. Ik vind het ook belangrijk om nog eventjes aan te geven. Hè. We hebben het nu veel over batterijen, maar dat is één van de opties. Je moet echt lokaal gaan kijken. Opslag die kan dus echt fundamenteel in drie soorten dragers van energie. Je kan de elektrische route kiezen, en dan hebben we het over accu's. Hè. Je kan hem ook in warmte opslaan, bijvoorbeeld al in de muren van een gebouw. Dus je kiest lokaal eigenlijk wat het beste is, welke situatie. En je kan dat ook in moleculen doen, bijvoorbeeld in waterstof. Hè, we hebben tot nog toe altijd gebruik gemaakt van veel gas voor verwarmen. Ja, dat is natuurlijk in feite de opslag van energie in moleculen. En die raken we nu kwijt. Dus dan moeten we naar de andere opties gaan kijken. Ja, en batterijen zijn dan één van die opties. We gaan het straks nog over waterstof hebben. Sjaak, waar moet je aan denken qua kosten? Wat kost een batterij? Ja, nou, dat is wel een goede vraag op zich. Die vraag krijgen wij met regelmaat ook van klanten. Maar het doet me altijd een beetje denken aan die frisdrankreclame. Van doe maar een frisje. En dat je dan de hele wereld aan keuzes krijgt. Ja, die frisjes zijn allemaal ongeveer even duur. Hè? Ja, dat dan wel. Alleen er zijn wel heel veel smaken. En dat geldt denk ik ook voor die batterijopslag. Kijk, het hangt er heel erg vanaf van wat wil je ermee gaan doen en hoe groot is die nodig. Hè? Dat zijn eigenlijk de twee belangrijke parameters. En hoe lang heb je hem nodig. En dat bepaalt wel heel erg de prijs van een batterij. Dus het is ook belangrijk om op voorhand goede analyse te doen. Hè, van wat heb ik nou daadwerkelijk nodig. Ja, en dan kom je uit op, voor een kleine thuisvariant op enkele duizenden, soms 10.000 euro's. Naar heel groot, ja, dan praat je over enkele tonnen tot een miljoen. Ja. En praat je echt over heel groot, bij windparken of zo, dan enkele miljoenen. Maar dat zijn wel de ranges waar je aan moet denken. Maar als je kijkt naar die stadslogistiek, ja, dan zit je tussen de 350 en 800.000 euro ongeveer. Ja, ik denk dat je zo rond een halve ton dan wel uitkomt. Ja. Afhankelijk van hoeveel busjes die moet laden, et cetera. En ja, hoeveel capaciteit heb je dan? Ja. Ja, dan moet je ongeveer 500 kilowattuur, dan zit je zo rond die 4 ton ongeveer. Ja, Sander, hoe kun je berekenen hoeveel capaciteit je nodig hebt? Ja, dat is toch eerst je probleem analyseren. Wat wil je oplossen met die batterij? Nou, is het bijvoorbeeld de pieken oplossen van zo'n laadplein? Ja, dan moet je dus gaan bepalen wat die piek is en hoe lang die duurt. Hoe hoog die piek is, dat bepaalt het KW, zeg maar, van de batterij, dus het vermogen wat die kan leveren. En hoe lang die duurt, dat bepaalt de inhoud, dus de capaciteit. Dus die twee, die zul je van tevoren een project moeten bepalen en daarop je batterijen sizen. Ja, nou ja, we hadden het net over dus 500.000 euro noem jij, voor een behoorlijke capaciteit ook. Maar om dat op je balans te financieren is voor de meeste organisaties toch wel echt wel heel heftig. Maar jullie kunnen dat absorberen, hè? Meestal verhuur je het of... zorg je dat je het als een energy as a service contract... Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is precies wat je zegt. Een half miljoen is natuurlijk een groot bedrag. En ja, wil je dat dan investeren in iets wat niet je core business is? Nou, er zijn bedrijven die doen dat, maar ook veel die dat niet willen. Nou, dan bieden wij mogelijkheden om bijvoorbeeld een batterij te huren. Hè. Dan schaffen wij hem aan en dan plaatsen we hem en dan beheren en onderhouden we hem voor de langere termijn. Hè, hoe lang het huurcontract dan ook loopt. En daar betaal je dan een vast huurbedrag voor. Dat is natuurlijk een model naast koop, wat ook kan. Of een soort exploitatiemodel, we noemen dat een energy as a service, waarbij we ook kijken naar hoe wordt zo'n batterij gebruikt en kunnen we dat dan verrekenen in bijvoorbeeld een totaaltarief in combinatie met levering van energie of levering van zonnestroom. Dus dan verwerken we het in één bedrag. Ja, maar het is natuurlijk fijn dat je het niet hoeft te financieren op je eigen balans. Sander, we hadden het net over een duurzame oplossing. Hè? Voor sommigen is dat ook een heel belangrijk argument. Dat je ook zelfvoorzienend bent. Maar er is natuurlijk ook altijd de discussie als het gaat over lithium-ion. Ja, hoe duurzaam is dat eigenlijk? Ja, dus ook het recyclen, dat moet goed opgepakt worden. Want dat is ook wel een grote issue inderdaad. Hè? Anders dan is de oplossing van vandaag het probleem van morgen. Dus recyclen moet ook veel meer aandacht krijgen. Ja, we moeten naar een volhoudbare situatie. Ja, en Elon Musk is daar altijd wel heel positief over. Hè? Volgens mij heeft hij die vraag heel vaak beantwoord. Sander, wat geef jij af als verwachting als jouw batterij bij jouw opdrachtgever niet meer voldoet? Wat gebeurt er dan mee? Denk je dat die er 30 jaar nog wel zal zijn? Zoals auto's ook nog verder rijden in andere landen? Ja, het ligt er net als een auto hoe je hem gebruikt natuurlijk. Hè? Dus, maar een batterij in de basis... die van een oud vrouwtje is geweest. Ja, dan gaat hij lang mee in ieder geval. Maar de garanties die ze bijvoorbeeld geven, dat zijn vollasturen, zoals we noemen. Dus 3000 laden en ontladen cycli bijvoorbeeld. Dat was vrij normaal. Tegenwoordig gaat het naar 6000. Dan ga je daar een case waar wij hem zeg maar, op de handel inzetten. Dan doe je ongeveer 365 per jaar. Hè? Zeg 300. Dan gaat hij makkelijk 10 jaar mee. Een nieuwe batterij gaan in principe makkelijk 20 jaar mee. Door de tijd degradeert hij wel. Dus uiteindelijk gaat je capaciteit wel wat naar beneden toe. Maar hij houdt het wel zeker 10 jaar uit. Ja. En verwachting is langer. De batterijen die wij zien presteren eigenlijk op de state of health. Dus hoeveel energie ze nog hebben, beter dan wat tevoren dachten. Ja. Sjaak, afgelopen week was er ook in het nieuws een artikel. Volgens mij op nu.nl heb ik dat voorbij zien komen. Waarbij ze zeiden, ja, juist die netbeheerder die kan eigenlijk oude batterijen nog wel een hele goede plek gaan geven in de toekomst in het net. Is dat ook wat jij verwacht? Nou, je ziet het is natuurlijk een kostbaar goed. En ook inderdaad met recycling-uitdagingen. En wat je dan wel ziet, is dat batterijen op verschillende plekken worden ingezet in hun levensduur, zeg maar. Vaak begint het in een auto, een elektrische auto. Die heeft dan een aantal kilometers gehad. Dan wordt die vervolgens ingezet als stationaire batterij. Bijvoorbeeld bij een gebouw als backup. En dan is inderdaad de vraag, en dat zou dan ook een situatie kunnen zijn dat bijvoorbeeld de netbeheerder daar gebruik van maakt. En uiteindelijk zou je ook nog kunnen toegaan naar de volgende stap in de levenscyclus. En dat is dat je bijvoorbeeld in de particuliere consumentenmarkt inzet, waar het allemaal wat minder kritiek is. Het is mooi om die opslag te hebben, maar dat die niet meer 100% loopt, dat maakt dan in die situatie minder uit. In tegenstelling tot het ziekenhuis waar hij bijvoorbeeld als backup staat, waar dat wel heel belangrijk is. Ja, want zo'n batterij bestaat uit verschillende cellen. Ja. En één zo'n cel kan uiteindelijk nog gewoon in een nieuwe elektrische tandenborstel terugkomen, hè, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Mooi om dat te zien. Ja, even nog weer over het bekostigen, want op batterij krijg je geen SDE-subsidie. Zie je dat nog veranderen? Nou, wat je ziet is dat in het buitenland wordt het wel gesubsidieerd, hè, energieopslag in een aantal landen. En daar zie je ook dat de verkoop van batterijen ook harder gaat dan hier. In Nederland heb je in de particuliere markten, waar we het net al ook over hadden, de saldering. Dus nou, er is ook minder prikkel om het te gaan doen. Maar je vroeg naar SDE. SDE is nu natuurlijk bedacht vanuit het verminderen van CO2-uitstoot. Dat is ook de prikkel die er is. En daar zit ook denk ik gelijk de crux. Want het is denk ik wat lastiger aan te tonen hoe de CO2-besparing van een batterij is versus bijvoorbeeld een zonnepaneel. Dus ik vraag me af of die SDE-mogelijkheden er gaan komen. Maar ik denk wel als er subsidie komt, dat het dan wel meer een boost gaat krijgen. Dat gaat zeker helpen. Ja, Sander, als je kijkt naar de aandelenbeurzen, investeerders die maken allerlei berekeningen en zo. Dan zie je dat de batterijproducenten het heel goed doen. Hè? Dat de beleggers die geloven dat dat echt een stevige toekomst heeft. We hebben het al gehad over het afbouwen van die salderingsregeling. Ja. Denk jij dat dan ook privé die muurbatterijen een veel grotere rol gaan spelen? Jazeker, die spelen gewoon nu een kleine rol nog steeds, omdat je mag salderen. Hè. Je gebruikt het net nu eigenlijk als opslagcapaciteit. En dat gaat veranderen. En dan wordt het veel interessanter om een batterij aan te schaffen en zelf je energie te gaan gebruiken achter de meter. Hè, waarmee je in feite dezelfde prijs weer voor je energie terugkrijgt. Ja, Sander... Tot slot, waar moet je op letten als je een batterij gaat kiezen? We hebben natuurlijk over die capaciteit net gehad. Zijn er verder nog zaken waar je naar moet kijken? Ik denk dat je goed moet oriënteren. Dat je uiteindelijk ook bij meerdere leveranciers moet gaan kijken wat voor type batterij leveren ze. Want de ene leverancier is misschien wel beter in wat kleinere batterijen, grotere batterijen. Maar de basis is eigenlijk gewoon garanties. Hoeveel cycli dat hij mee kan doen. En past die dan bij de toepassing waar ik hem voor ga gebruiken. En waar wij dan nog wel kunnen controleren, is die dan ook geschikt om op die markten van TenneT te handelen. Want dat is natuurlijk wel een mooie inkomst. Ja, heel erg mooi. Hè? Dus dat je dat juist op de momenten dat het meest nodig is, dat je dan kunt leveren. Ja. Want dan is uiteindelijk de prijs natuurlijk het hoogst. Zeker als die energiewet beter ingeregeld gaat zijn. Ik vroeg om een voorbeeld in te sturen. Een paar leuke voorbeelden binnengekregen. Eentje is echt heel anders dan wat we hier aan tafel hebben besproken. Het is nog leuk om te noemen wat er nu gebeurt. Dankjewel voor het insturen, Rob. Die zegt, wij doen een mobiele inzet van een batterij voor een rupskraan. Want dan zie je dus dat die kranen, die gebruiken per dag 420 kilowattuur bij vollast. En op die loods van die liggen dus 2400 zonnepanelen. En die kraan die staat natuurlijk niet op een thuislocatie. Dus die kun je daar makkelijk meteen koppelen. En die opdrachtgever die gaat dat nu uitbreiden omdat dat zo goed werkt. Dus overdag wordt de batterij geladen met zonne-energie. En vervolgens, dus dat zijn accu's. En die accu's worden vervolgens gekoppeld op de kraan. Heel veel dank voor het insturen. Leuk hè, dat je dit ziet. Dit lijkt ook al een beetje op elektrisch rijden. In het begin was natuurlijk, hè, Sander, altijd het verhaal van 's nachts laat je met zon je auto op. En dat gebeurt nu natuurlijk ook in de praktijk. Maar... Ja, de auto is eigenlijk wat dat betreft denk ik een gek apparaat. Want die staat de meeste tijd stil. En als dat straks elektrisch vervoer is, dan moeten die batterijen natuurlijk ook eigenlijk veel beter uitgenut worden. Hè? Die doen anders gewoon heel weinig dienst. Daar zijn nu de eerste experimenten mee ook. Die auto zal een rol gaan spelen in onze hele energievoorziening. Een batterij op wielen. Een batterij op wielen in feite. En die kun je gewoon goed gebruiken in ons hele energiesysteem. Ja. Ja, dat vond ik wel mooi wat jij zei in ons voorgesprek, Sjaak. Dat je dus met die stadslogistiek, hè, zou je geneigd zijn om die busjes gewoon terug te laten keren en dan meteen weer te laten laden. Ja. Maar je kan die accu dan ook nog uitnutten als verdienobject eigenlijk, hè? Als arbeidskracht inzetten. Hoe werkt dat? Ja, je kan inderdaad nog niet. Dat is overigens wel nog wat meer in de toekomst. In de toekomst hè? En het wordt ook wel toegepast in pilots en ook in kleinere projecten. Maar die batterijen van de auto, daar zit natuurlijk energie in. En dan kun je bijvoorbeeld stel dat je hem bijvoorbeeld aan je huis koppelt, dan kun je daar de restcapaciteit van die batterij gebruiken om bijvoorbeeld de piek bij het opstarten van de kookplaat en als de kachel aangaat, et cetera, thuis kun je die opvangen met die batterij vanuit je auto. En dan, ja, wat Sander ook zegt, zo'n auto, ja, die gebruik je alleen maar om naar het werk te gaan en terug soms, klein verbruik. En op die manier kun je hem op meerdere manieren toepassen. Ja, dus dan heb je het over bidirectioneel laden. Maar ook voor logistiek bedrijven is het natuurlijk heel interessant. Al die bussen komen terug, juist wanneer iedereen gaat koken. En dan lever je terug wanneer er veel vraag is. Heb je goede opbrengsten aan op het moment dat die energiewet goed is ingeregeld. Hè? Dus een beetje toekomstmuziek, maar dit zit er natuurlijk wel aan te komen. Tot slot gaan we het hebben over het uitwisselen van energie met een batterij. Hè? Dus dat je samen die batterijen uitnut. Want dan heb je veel meer mogelijkheden. Dan wordt het nog veel kansrijker. En laten we starten met een voorbeeld. Een project wat Scholt Energy doet voor hun klanten Van der Valk en Lidl in Nijmegen-Noord. Kijk even mee. De energietransitie zorgt voor uitdagingen op het elektriciteitsnetwerk. En in Nijmegen-Noord vormt dit een urgent probleem. Door de snelle groei van het gebied kan het elektriciteitsnetwerk de stroomvraag bijna niet meer aan. Daarvoor zijn er op korte termijn 2 oplossingen mogelijk. 1. Een tijdelijke extra stroomkabel wat erg duur en tijdconsumerend is. 2. Een flexibiliteitsmarkt. Deze duurzame oplossing wordt in Nijmegen-Noord toegepast. Maar hoe werkt een flexibiliteitsmarkt nou eigenlijk? De netbeheerder Liander voorspelt een piek in de energievraag. Leverancier Scholt Energy ontvangt dan een signaal, zodat zij de flexibiliteit kunnen aansturen. Voor deze aansturing zijn flexibele bronnen nodig. Scholt Energy heeft in opdracht van Liander met Lidl en Van der Valk afspraken gemaakt om hun bronnen flexibel in te zetten. Zo wordt de warmtebuffer van Van der Valk benut, wordt de koel- en vriesinstallatie bij Lidl ingezet en wordt de opgeslagen duurzame energie uit de batterij van Lidl teruggeleverd aan het net. Hierdoor wordt een te hoge piek in de energievraag van Nijmegen-Noord voorkomen. En daarvoor ontvangen Scholt Energy, Van der Valk en Lidl een vergoeding van de netbeheerder. Het capaciteitsprobleem in Nijmegen-Noord kan zo op een duurzame, voordelige en direct inzetbare manier worden opgevangen. Nijmegen-Noord is daarmee een voorbeeld voor andere regio's, waar de energietransitie om slimme maatregelen vraagt. Ja, Sander, een hele mooie case dit. Hoe werkt het in de praktijk? Ja, in de praktijk is het zo, wat in het filmpje ook een beetje verteld wordt, maar misschien wat meer in detail. Liander die voorspelt voor de dag ervoor, zeg maar, of de dag erna, of er congestie aankomt. Dus zij weten natuurlijk hoeveel productie daar in het netwerk zit qua wind en zon. En ze weten de vraag. En dat gebied is eigenlijk heel erg uitgebreid. qua industriële panden. Maar ook heel veel huizen met warmtepompen, ja, ook in dat gebied. Dus, De Waalsprong heb je daar, hele nieuwe wijken die erbij zijn gekomen. Klopt, en dat is veel sneller gegaan dan Liander op had kunnen participeren. Dus ja, uitbreiding van het netwerk, dat duurt 5 tot 7 jaar. Maar die groei van die huizen en die bouw van die huizen gaat natuurlijk veel sneller. En ook dat industrieterrein, dus die piek die kwam er gewoon aan. En die zit eigenlijk alleen maar in de winter, vanwege die warmtepompen. Dus in de periode van oktober tot en met maart zit er een piek in de avonduren. En wat wij dan gedaan hebben is een oplossing bedacht samen met Liander, Van der Valk en Lidl. Om uiteindelijk een stuk flex te leveren die piek. Dus ja, als Liander dan voorspelt, oké, ik heb die piek in de avond. Dan sturen ze ons van tevoren het signaal. Wat wij dan kunnen doen is voorbereiden. We kunnen zorgen dat die batterij helemaal opgeladen is. We kunnen zorgen dat dat vrieshuis en die koeling een graadje of 2 graadjes naar beneden toe gaat. En we kunnen die buffer en de warmtepomp bij Van der Valk natuurlijk laten draaien. En op het moment dat die piek er dan is, dan gaan we met die batterij ontladen. We gaan die vriezer een aantal graden hoger zetten. Dan gaat hij ook geen energie meer verbruiken. En we zetten die warmtepomp uit. Dus op dat moment verlagen wij uiteindelijk gewoon de piek. En waardoor Liander gewoon een veilig net kan opereren. Ja, dus zeker wanneer je op andere momenten een piek hebt, hè, dan kun je heel makkelijk elkaar versterken. Kun je heel makkelijk allebei veel meer voordeel hebben, veel meer baat hebben van die uitwisseling. Met die batterij ertussen als buffer. Sjaak, jullie hebben dat grote project wat we vorige keer ook hebben besproken in de vorige uitzending. Het is leuk om anders nog even terug te kijken. Dat is een logistiek park op Schiphol. En dat kon gewoon door de netcongestie niet volledig aangesloten worden. Hoe deel je daar die capaciteit samen? Ja, wat Sander net zei is, zo'n net verzwaren duurt 5 tot 7 jaar. Nou, dat geldt ook voor Ames 5, waar dus geen voeding van het net komt. Hè. Dus je krijgt geen stroom geleverd, dat was een heel klein beetje. En dan heb je een uitdaging, hè, want je hebt daar een mooi pand in gedachten met al een huurder in het verschiet. Alleen je hebt geen stroom. Nou, we zijn altijd gewend geweest dat stroom iets heel vanzelfsprekends is. Maar dat is dus niet meer zo, dat kan ook even duren. Dus op die locatie moest stroom gemaakt worden, even heel simpel gezegd. En daar is dus een combinatie van gasgeneratoren die stroom maken, zonnepanelen op het dak die bij zonnige dagen stroom opwekken en een batterij die dat vasthoudt en afgeeft waar nodig. En daar heb je dus eigenlijk een situatie waar je van het net los kan functioneren. Maar je hebt er ook heel veel opwekcapaciteit, hè? Die zonnepanelen en ook die gasgeneratoren. En de gedachte is dan, kan ik niet aan mijn buurman, die daar ook zit, die datzelfde probleem heeft, niet die stroom ook aan hem geven, zodat hij niet die investering hoeft te doen of een kleinere investering. Nou, qua techniek, zeg ik even heel makkelijk als niet-techneut, is dat niet zo moeilijk. Hè? Je legt gewoon een kabel naar de buurman en die kan het afnemen als jij over hebt. Maar qua wet en regelgeving zit daar toch wel een uitdaging, want je moet over de grens van het perceel heen en aan de buurman gaan leveren. En dan kom je discussie over belastingen, et cetera. En daar wordt nu naar gekeken van, hoe kunnen we daar een samenwerking in vinden met die bedrijven in dat gebiedje. Om die overcapaciteit die beschikbaar is ook te verdelen onderling. Ja, dus dan ga je ook weer kijken naar de prioriteiten, de verschillende pieken. Hoe kun je dat heel goed met elkaar in balans brengen? Ja. Om zo te zorgen dat je zonder ook maar aanspraak te doen op het net. Hè? Want jij zegt er is geen aansluiting, maar die is er natuurlijk eigenlijk wel. Alleen het hele idee is dat je volledig zelfvoorzienend bent. Hè? Dus off-grid, maar jullie noemen dat virtual grid. Ja. Echt de oplossing van de toekomst. Laten we wat vooruit gaan blikken nu ook op waterstof. Sander, wat denk jij dat de energieopslag van de toekomst gaat zijn? Is de belofte, is dat waterstof? Ik denk het wel. En waarom denk ik dat? Omdat waterstof is eigenlijk een bouwsteen. Als je nu kijkt naar de oliestaten, zoals ze nog heten, hè, die zijn ook hard aan het veranderen. Die leggen enorme zonneparken aan inmiddels. Ze hebben ook een prachtig zonaanbod. Meer dan 2 keer zoveel als in Nederland. En die zijn zich natuurlijk ook aan het richten op de nieuwe business, op de duurzame energie. En hoe gaan we die weer vervoeren? Nou, daar is waterstof een mooie oplossing voor. Saoedi-Arabië, dat is echt leuk om even in te typen op Google. Hierna, ja. Niyom, dat is het project. 1500 miljard wordt daar besteed aan groene waterstof. Zij geloven echt in die toekomst. Ja. Enorme zonneparken, een mooi aanbod van zonne-energie, dus ook in feite een goedkope prijs voor je zonne-energie. En die gaan ze opslaan en die willen ze weer vervoeren en verkopen aan bijvoorbeeld ons. En dan is waterstof gewoon een mooie oplossing om dat in op te slaan. Omdat waterstof is eigenlijk een bouwsteen. Je kan er nog van alles en nog wat van maken. En dat zal ook gebeuren. En dat zal vervoerd worden over de wereld. Maar waterstof gebeurt nu ook al. Je hoeft het ook niet uit het oosten te halen. Want je kan het ook zelf opwekken, Sander. Dat doen jullie bijvoorbeeld in H2Solar, het project in Nieuwegein. Daar ga je straks ook weer naartoe. Kun je daar wat over vertellen? Hoe zit dat in elkaar? Ja, in Nieuwegein is het zo. Ik vind het altijd heel belangrijk als je over waterstof praat. Dat moet ook vraag zijn, om het zo maar even te noemen. Dat wordt vaak nog wel eens vergeten. En in dit geval in Nieuwegein is er ook een partij die daar graag in wil investeren, Schoolman. Ja, die heeft een aannemer, hè? Echt een grondverzet bedrijf ook. Grote, stevige machines die veel energie nodig hebben. Precies, en die speelt precies op dat probleem in wat Sjaak noemde. Dus straks in de binnenstad zal het dus zero emissie moeten. Er is ook niet altijd op de plekken waar zij werken natuurlijk stroomvoorziening. Dus zij zien eigenlijk waterstof als een oplossing voor hun machinerij. Dus je hebt er eigenlijk een afnemer. Daar is ook een tankstation geplaatst, nu op dit moment al. Daar wordt nu wel waterstof geleverd, via tube trailers, om het zo maar even te zeggen. En dat wordt dan getankt, zo maar even zeggen, in de voertuigen en in de auto's die daar komen. Dus ook een openbaar waterstoftankstation. Dus iemand met een waterstofauto kan daar natuurlijk komen tanken. Maar de bedoeling is natuurlijk om daar echt groene waterstof naartoe te brengen. Nou, groene waterstof, die is er eigenlijk nog heel weinig, heel sporadisch. En wat we eigenlijk willen gaan doen in Nieuwegein is op het gebied wat je ook op het plaatje ziet rechtsonder. Die blauwe vakken, dat zijn eigenlijk zonnevelden. En bij KWR, dat is het onderzoekstak van Nederland Water. Zoek ze maar eens op, een hele mooie club. Daar willen we een electrolyzer gaan plaatsen om die zonne-energie op die locatie om te zetten naar waterstof. En dat via een leiding te transporteren naar het tankstation. En dat is de opwekkant. Maar wat wij dan weer heel erg interessant vinden is natuurlijk... We hebben het over opslag vandaag. En batterijen zijn natuurlijk kortstondige opslag. Wij zeggen vaak tot een dag ongeveer. Hè. Kan interessant zijn. Nou, hier bij dit tankstation kun je dagen opslaan eigenlijk. Dus die buffercapaciteit die is in principe met tanks uitbreidbaar. Met tube trailers uitbreidbaar. Dus je kunt heel veel energie opslaan. Dus je kunt heel veel zonne-energie omzetten in waterstof. En dat dan later leveren aan voertuigen of extern weer naar een ander tankstation transporteren. En dit is echt een pilot nog. Hè? Er zit veel overheidsgeld bij, veel enthousiasme ook van KWR... die ook zelf waterstofauto's in gaan zetten voor medewerkers. Zij willen gewoon koploper zijn en ontdekken wat hieruit te leren valt. Op welke termijn denk je dat dit uit kan, zo'n case als deze? Ja, het is... ik denk dat de case aan zich nu met subsidie uit kan, om het zo maar even te zeggen. Hè? Dus die subsidie is nu wel nodig om dat stukje onrendabele top eraf te gaan halen. Nou, als je in de toekomst je energiestroom, opwek, nog lager kan zijn... dus dat je alleen maar de overschotten zou kunnen gaan omzetten... dan zou je ook goedkopere waterstof kunnen gaan produceren. Maar het is en blijft gewoon een lastig verdienmodel... om lokaal energie om te zetten in waterstof... omdat je ook een stuk verlies hebt. Dus je verliest een stukje van energie. Nou, in dit geval willen wij die warmte ook aan Wasnet... dat is een bedrijf wat er langs zit, gaan leveren... om het water, zeg maar, het gasverbruik te verminderen. Dus we gaan de warmte uit de electrolyzer leveren naar hun. Dus je moet ook... kijken naar de business case, niet alleen de waterstof, maar je moet kijken wat je met de warmte gaat doen. Ja. En met die twee kun je een betere business case. Die drie dragers terugkomen. Hè? Mooi is dat, hè? Dus als je zon omzet in een electrolyzer, dan verlies je ongeveer 30% van de energie die je hebt opgewekt. En bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië zeggen ze, dat maakt ons helemaal niks uit. Want dan wekken we gewoon wat meer op. Hè? Leggen we 30% meer zonneveld, 30% meer wind voegen we toe. Maar als je die warmte kunt uitnutten, dat is natuurlijk fantastisch. Dan kan je alsnog je case rond krijgen. Sjaak, daar sluit het volgende voorbeeld goed op aan van jullie. Klopt, we hebben een relatie van ons benaderde ons. Agrariër. Groot dak, zonnepanelen erop. Goed idee. Alleen het probleem is, mag niet terug worden geleverd op het net. Dus die agrariër heeft zelf niet heel veel stroomverbruik. Dus wat moet hij dan nog met al die stroom? Nou, het idee is nu ontstaan om op zijn locatie ook waterstof te gaan maken met een electrolyzer. Eerlijkheid gebied zegt dat er ook nog een zonneveld naast komt, om toch substantieel veel zonneopwek te hebben. Maar die electrolyzer die gaat dus daar ter plekke waterstof maken. Nou, de afnemer, waar Sander het net over had, dat is die een klein beetje zelf. Want die wil richting waterstof trekken, maar ook een transportbedrijf in de buurt. Dus dat zou al een afnemer kunnen zijn voor de waterstof. Maar dan hebben we nog dat verlies van de warmte. Ja, en eigenlijk is iets pas verlies als je er niks mee kan. Hè? Dus hij heeft ook nagedacht van, wat heb ik nou aan die warmte? Er worden kalveren staan er in die stal. En die hebben melk nodig die verwarmd moet worden tot een bepaalde temperatuur. Nou, die warmte die dus uit de elektrolyzer komt, die wordt dus daarvoor gebruikt... om dus ook die melk weer op te warmen. En is je verlies dus eigenlijk geen verlies, maar ook weer een bron van energie. En hier zie je dus ook weer die wisselwerking heel mooi, hè? In jullie... H2Solar project in Nieuwegein kijk je wat je met die warmte kunt doen. En daar heb je geluk ook met die buurman. En in dit geval heb je geluk met die melk die toch verwarmd moet worden. En het is altijd een beetje puzzelen natuurlijk. Dan komen we weer terug, Sander, op dat waterbed. Hè? Van hoe schuif je die puzzel in elkaar? Ja, het is dus heel erg lokaal kijken wat je situatie is. En daar slimme keuzes maken, slimme oplossingen zoeken. Nou, we hebben bijvoorbeeld een project ook met een brandstofcel. Hè? Daar wordt vaak over verliezen dan gepraat. Ja, dat ligt er dus aan als je de warmte gewoon goed kan gebruiken. Zet een brandstofcel in je huis, hè, dan komt er waterstof in, er komt warmte uit en er komt elektriciteit uit. En dan is die warmte geen verlies, maar dan kun je daar je huis mee verwarmen. En tevens op hetzelfde moment heb je dan dus elektriciteit. En dan kun je lokaal weer een stukje evenwicht maken, een stukje elektriciteit genereren. Op de momenten dat je een piekvraag hebt, hè, in de winter als het koud is en er geen zon is. Ja. We hebben het nu natuurlijk gehad over opslaan in batterijen en in waterstof. Ondertussen zijn er ook ontwikkelingen met verschillende elektrolyten. Wat zijn nog ontwikkelingen die we in de gaten moeten houden? Nou, opslag is gewoon iets heel belangrijks. En daar heb je heel veel soorten opslag voor. Hè? Dus je moet op locatie gewoon slimme keuzes maken. Bijvoorbeeld opslag in fasetransitiematerialen is ook een interessante. En dan sla je in warmte op. En die materialen die geven het dan af... Heel geleidelijk. Dus dat is ook gewoon een interessante optie. Zo heb je een heel palet aan mogelijkheden eigenlijk voor je gebouwen, voor je lokale situatie. Ja, dus ook opslaan van warmte gewoon in de muur. Kijken naar innovatieve stoffen die je daarvoor beschikbaar hebt. Ja. Ontzettend mooi. Het opslaan van energie. We gaan afronden. Je ziet dat daar nu al ongelooflijk veel in gebeurt. Dat is een hele belangrijke... cruciale factor is om netcongestie beheersbaar te maken. Om naar de toekomst toe de juiste stappen te zetten in energietransitie. Lokaal opwekken en gebruiken op de juiste capaciteit mogelijk te maken. En het mooie is dat er nu, zowel dus op batterij, of eigenlijk vooral op batterij, maar zelfs al op waterstof, gewoon user cases zijn die goed uit kunnen. En dat worden er steeds meer. Dus heel veel dank Sander en Sjaak. En jij natuurlijk heel veel dank voor jouw belangstelling, voor je actieve deelname. En op donderdag 10 maart, dat kan je alvast in de agenda zetten, dan organiseert Joulz de volgende energietransitie draait door. En dan zal het gaan over lokaal energie delen. Dus vergeet je vooral niet aan te melden daarvoor. Heel fijn als je dan met ons meepraat. Zometeen start nog een korte enquête. We zijn heel blij met jouw antwoorden en we wensen jou een hele fijne dag.